Goedenavond. Hoi allemaal. Hey Melanie, leuk dat je er ook bent. Jullie hadden allemaal misschien Sabine verwacht, want die zou vanavond live gaan, maar helaas is zij ziek. Vorige zaterdag was ik ziek, heeft zij voor mij ingevallen en nu hebben we het even omgedraaid. Op een of andere manier zijn we allemaal om de beurt in het designteam ziek. We hebben elkaar niet eens ontmoet, dus we hebben elkaar niet eens aangestoken. Maar vanavond met mij, ik hoop dat jullie dat ook leuk vinden. Want ja, Sabine had natuurlijk wel een heel mooi project gestart waar ze vandaag mee verder zou gaan. Maar die houden jullie nog te goed met die mooie borduringen. Nou, gezellig. Leuk dat iedereen weer komt kijken. Gezellig. Goedenavond. Allemaal tekst. Altijd fijn, Anne. Zo help je de mensen. Super lief. Nou, ik ga vandaag natuurlijk, hoe kan het ook anders, ook met de Vintage Christmas aan de slag. Want hoe leuk en hoe mooi is die nieuwe collectie. En hoeveel mooie producten zitten daar weer in. Ik heb al een paar dingetjes gemaakt. Misschien hadden jullie het vandaag al voorbij zien komen, want ik had een video gemaakt en daarin deze kaart met acetaat gemaakt. En een filmpje van gemaakt. Dus die was vandaag op mijn YouTube kanaal gekomen. En die kun je bekijken als je dat nog niet hebt gedaan en het misschien wel leuk lijkt. Joyce Tresor bij YouTube invullen en dan vind je me vanzelf. Zo heet ook mijn kanaal. Lekker makkelijk, dacht ik. Deze met die mooie herten en het bord. En de sterren zitten ook in dat setje. Even kijken of ik die hier zo kan pakken. Deze is dat. Hierachter kan je het beter zien. De JMA VC CD 721 had ik gebruikt. Leuk dat nog zoveel mensen binnenkomen. En ik had het acetaat met het bedrukte de sneeuwvlokjes. Kunnen jullie dat goed zien in beeld? Maar de kleine sneeuwvlokjes met in het wit had ik gebruikt uit het acetaatsetje. En dat stuk, die code is JMAVCACS04. En ook met dit setje wil ik vandaag aan de slag gaan. Dus die leg ik niet te ver weg. Nou, verder had ik nog een stempelkaart gemaakt. Ik ben in het kleuren niet zo ster. Dus ik dacht deze keer ga ik beginnen met die mooie stempel. En dan kleuren. Ik ben niet ontevreden over hoe dit is gelukt. Ik ben eigenlijk wel blij mee. Dus dit is mijn stempelkaart met de Poinsettia, de kerstster. Ik zei een keertje kerstroos, maar het is een kerstster. En ik heb ook nog met de Slimline Stans, had ik deze kaart gemaakt, mooie lint gebruikt en de die cuts. En dan, ja, eigenlijk heeft dan verder niet zo heel veel nodig. Ik heb wel nog wat stempels op de achtergrond en het, hoe heet dat, stencil gebruikt met faded jeans. Super mooie distressoxide die perfect paste bij deze nieuwe collectie. En dan had ik nog deze gemaakt. Maar daar was ik een klein beetje mee aan het stunten. Maar dat is een theaterkaartje. En nou heb ik hem te strak geplakt. Dus dat is een beetje jammer. Maar het idee is leuk. Kijk. Oh, hij schiet eruit. Maar kijk, die kan je dus openmaken. Het zou heel soepel moeten gaan, maar ik heb dus een klein rekenfoutje gemaakt. En daarin kan je een leuk beetje kijkdoos-effect maken. En dan heb ik de die-cuts. En op de achtergrond ook dat mooie stencil uit de nieuwe collectie gebruikt. Met de sneeuwvlokjes en de kerstboom. Dus zo heb ik al lekker zitten spelen met de kaartjes. En ik heb ook nog één heel leuk iets om even snel te laten zien, maar wat nog niet af is. Ik ben namelijk bezig met een grote cadeau. Een doos. Kastje noem ik het eigenlijk een beetje.
Hier kan je iets lekkers in stoppen. Chocoladebonbons of iets anders moois. Je kan hierboven met een klepje openmaken. Dit zijn allemaal laadjes die we kunnen vullen voor de ontvanger. En in de kast komt ook nog een mini-album. Die tot nu toe alleen nog maar één pagina heeft. En deze is helemaal gemaakt natuurlijk met de Vintage Christmas collectie. Alle onderdelen zijn daarvan gebruikt. En ik ben er filmend mee bezig in delen. Dus als je dit ook leuk vindt en benieuwd bent hoe je dat kunt maken. Dan komt binnenkort, als het me lukt volgende week, komt het op mijn YouTube kanaal. En dan gaan we in stappen deze kast maken met mini-album. Dus hou het in de gaten. Even kijken, we zijn inmiddels een paar minuutjes verder. Dus ik denk dat ik maar ga beginnen met mijn kaart voor vandaag. Wordt ook een kaart, heb ik dan al meteen verraden. Ik heb nog niet helemaal alles klaar qua voorbereiding. Maar dat doen we gewoon gezellig samen. Nou heb ik alleen mijn speakbrief verstopt. Dus ik ga even mijn kaartjes aan de kant leggen. En mijn speakbrief erbij. Nou, beginnen we met een basiskartstok. Ik heb een kraftstuk, een kraft A4'tje. En die ga ik snijden op 15 centimeter in de lengte. Oh, ik moet even een beetje plaats maken hoor. Ik heb het een beetje vol gebouwd. Hoi allemaal. Leuk Mel. Je hebt het al zo druk. Maar op het YouTube kanaal is het altijd terug te vinden. Dus als het dan nu niet direct lukt, dan lukt dat een ander keertje misschien. Het stuk A4 kraftpapier op 15 centimeter gesneden in de lengte. En dan gaan we rillen. En dan begin ik met 20 centimeter te rillen. Grafstuk, nee. Laat dat maar zitten. Ik heb niet zo zin in. Kraft. Ik ben nog een beetje nasaal. Misschien dat het daardoor een beetje raar klonk. Een rillijn op 20 centimeter. Een rillijn op 23 centimeter. Oh, leuk Stefanie. Een rillijn op 26 centimeter. En nog eentje op 29. Dus vanaf 20 centimeter om de 3 centimeter een rillijn. Houden we nog een heel klein randje. Net genoeg als plakrandje over. En een plakrandje knip ik altijd in de hoekjes een beetje bij. Dus daar gaat een klein driehoekje vanaf. Oh, lekker traag is Facebook. Want bij mij zegt hij dat ik al 8 minuten aan het beppen ben. We gaan deze opvouwen. Allemaal in een, hoe noemen we dat ook weer, dalvouw. Dus even nadenken. Wat zit schuin vandaag? Wat bedoel je, Anneke? Ik ben mijn vouwbeen kwijt, maar gelukkig heb ik een beetje lange nagels, dus je kan het mooi even met de nagels doen. Dit ga ik zo meteen zo vastplakken, maar nu nog even niet, dat bewaar ik nog eventjes. Want het wordt een beetje een grote, beetje A4, nee, zeg ik fout, A5 heet dat, A5 maat kaart. Dus het moet in een wat grotere envelop. Je kunt hem straks zo opsturen. En het idee is dat dit dan als een soort pilaar ervoor zorgt dat je kaart mooi rechtop kan staan. Dat was mijn idee. Nou moet ik even nadenken. Nee, ik ga het toch gewoon vastplakken. Waar ik mijn lijm? Hier. Ja, lekker fel, hè? Ik denk het regent lekker. Ik ga nog even in de zomerse kleur op de nagels. In de hoop dat het nog een beetje beter gaat worden. Vandaag was het hier heel regenachtig. Bij jullie ook? Nou, deze ga ik naar binnen klappen. En dan
zo vastplakken. Hou je van lekker felle kleurtjes? Ja, felle nagels wel. Vind ik ook leuk. Ah, ik heb ook wel kleurige kleding soms. Vandaag niet. Vandaag heb ik zwart. Zo, en dan wilde ik graag een schuine lijn hier wegsnijden. Even een lineaal en een potlood. En ik had bedacht dat ik hem aan... Ik heb een potlood gelaten. Hier zo. Ga heel even dit designpapier, want ik had al een mooi plaatje of een mooi stukje uitgezocht, maar even aan de kant leggen voordat ik hem verpieter. Goedenavond Kitty. Ook de hele dag regen, niks aan. Vond ik ook niet, maar goed. Niks aan te doen. Ga ik op 5 centimeter even een puntje aftekenen. En dan wil ik dat graag gaan knippen of snijden tot hierboven in de hoek. Ik denk dat ik het maar even knip, want ik heb hem nou al dichtgeplakt en dan is dat makkelijker. Zo. En dan gaan we een mooi stuk acetaat uitzoeken. De hele dag regen ook. Oh! Dus je hebt een hele klijf eraan gehad, Vera. Even zien, want ik heb natuurlijk al wel wat gebruikt. Dit is een beetje krapjes hier. Het kan wel. De sneeuwvlokjes. Of gaan we voor dat... Maar dat gaat niet meer, want deze heeft een richting. Daar staat natuurlijk tekst op. Dus die kan ik niet zo gebruiken. Tenminste, dat is een beetje raar als je zo alles moet lezen. Dus deze valt ook af. Nou, die is nog heel... Welke vinden jullie leuk? Of die met de ijskristallen. Jullie zijn al helemaal in de winterse sferen met warme chocomelthee en warme sokken. Grappig. Ik denk dat ik voor deze ga. De witte met de tekst. Zijn jullie het er mee eens? Oh, ijskristallen zie ik staan. Oké. En dan blauw of wit? Ik zal even laten zien, want ik had dit stukje designpapier uitgekozen om te gaan gebruiken. Met dat wiel en dat ijskonijn. Sneeuwkonijn, ijskonijn. Die vond ik leuk. Die wilde ik dan hierop gebruiken. Hier zit wel een blauwe sneeuwkristal, ijskristal. De blauwe. Ik vind ook de blauwe wel een goed idee. Goed, gaan we dat doen. Leggen we dit. Ga ik netjes straks opruimen. Even aan de kant. Oh, snap ik twee proeven. Die. En die wil ik hier zo achter gaan gebruiken. Dus dan het deel wat ik weggeknipt heb eigenlijk. Daar komt dan het acetaat. En dat betekent dat ik dat stuk moet snijden op... Even kijken, volgens mij 20. Oh nee, 17 centimeter. Oh ja, zo was die 20. En in de hoogte kan ik natuurlijk beter deze pakken. Ik heb 10 centimeter weggesneden, dus dan maak ik er gewoon 11 centimeter van. Ik snij een stuk van 11 centimeter... En dan bij 17. Zijn jullie van die koukleurtjes? In de zomer, in de winter denk ik dat ook wel hoor. Maar zo in de zomer dan sloffen en zo lekker op de blote pootjes vind ik altijd fijn. Die komt hier. Ja, en dan zouden we dit ook natuurlijk zo schuin weg kunnen snijden. Niet echt nodig. Wie weet wat we hier nog later mee kunnen. Ja, dat ga ik doen. (Tiedacht)
Linda is dol op konijntjes, hè? Volgens mij. Had dat goed begrepen? Even kijken. Zou dat lukken met potlood? Zouden we daar wat van zien? Ik denk het wel. Oh, echt? Wat naar dat je het altijd koud hebt. Ik moest even spieken. Ik hoorde iemand achter mij schuifelen hier op zolder. Als ik natuurlijk nieuwsgierig wie dat was. Zo. Nou, die leggen we weer bij de andere stukken. De hele dag weg. Ik hoef maar even weer. Lekker. Oh, dan kan je lekker knutselen. En heb je ook al de nieuwe spullen, Monique? Zo, die ga ik hier achter plakken. En daarvoor heb ik de, hoe noemen ze het? A2Z Runner van Scrapbook Adhesive. Die plakt heel mooi acetaat en vellum. En dat pak ik altijd de verkeerde kant. Op een of andere manier. Dus ik moet hem zo houden. En dan gaan we hier een randje van deze tape neerzetten. En dan proberen in één keer goed gelijk op te plakken. Yes. Oh. Nou bedenk ik me weer te laat. Dat ik eigenlijk nog ook dit had uitgesneden om. Of uitgesneden, uitgestanst. Om erachter te gebruiken eventueel. Maar ik heb een klein randje van de rand af. Dus misschien krijg ik het er nog tussen gemierd. Dat is een van de randstansen. Ik wil eventjes de set erbij pakken. Als ik hem... Oh, hier. Dat is deze. Heb ik uitgestanst. Met de dennetakjes en de hulsblaadjes. En ik heb hem gewoon helemaal in zijn geheel uitgestanst. En ik denk dat hij er ook bijna helemaal in zijn geheel tussen kan. Maar ik moet even een heel dun randje ervan snijden. Oh, wat ga je doen achter de naaimachine? Ook voor de kaarten iets? Of een heel ander projectje, Monique? Oh, cool. Oh, ga je die van Tietz maken, de December Daily? Oeh, ik gooi alles op de grond. Dat wordt een, ook een heel mooi project, had ik al gezien. Ik heb in juli met Christmas in July al een December Daily gemaakt. Dus die is, ligt al klaar te wachten tot het december wordt. Kijk, deze wilde ik eigenlijk zo. En ik heb geluk. Ik krijg het er nog tussen. Ik ga even kijken of ik hier een beetje lijm tussen nog kan krijgen. Dat is het voordeel van zo'n speld natuurlijk in de lijmfles. Ik kan alleen niet zien of het er nou uitkomt. Jij zijn mooi, hè, Linda? En ook die met dat sneeuw. En het leuke is van die borders dat je ze dus ook mooi bij kan of stukjes van kan knippen. En dan daar onderdeeltjes van kan gebruiken. Vind ik tenminste heel leuk. Als standjes ja, op meerdere manieren gebruikt kunnen worden. Vind ik natuurlijk vind ik altijd heel leuk. Zo. Gaan we dit hier even wegknippen wat eruit steekt. En dan hebben we een mooie groene rand. Ik mis volgens mij niks bijzonders, toch? Nee. Goed, dan gaan we dat stuk designpapier wat ik had uitgezocht. Ja, even dit wegleggen.
denk dat we misschien wel twee keer het doen. Om die achterkant ook mooi dicht te werken. Maar begin even hier. En dan gaan we dat snijden. Komt die zo mooi. Ik wil eigenlijk niet dat dat wiel door de midden snijden. Maar volgens mij komt dat wel goed. Ja. Dus dan kan ik hem mooi hier op de rand gebruiken. Oh, mijn boeken van mijn, waar mijn standaard op staat, staan in de weg. Dat heb ik altijd met dat grote papier. Van hier en hier moeten we een stukje eerst omhoog. Dat ga ik eerst even doen. Ongeveer 4 centimeter, 4,5 omhoog. Nou, dit is wel heel erg piekel. Ik ga toch maar gewoon eventjes een rechthoek van snijden, want het wordt niet echt, het gaat niet echt handig zo. Dan hebben we wel een stukje afval, maar goed, dat is niet anders. Zo. Dit is makkelijker. Ja, mooi hè? Ik had natuurlijk wel al een klein beetje uitgerekend hoe groot het zou worden, Monique. En zitten kijken in al het papier wat er was, wat er mooi uit zou komen. Dus ik had me wel een beetje voorbereid. Ik zou het meten van de zijkant aan de kant. Ja, wat ik nu doe. Dat kan ook. Oh ja, met de liniaal. Ja, soms ben ik wel, vaak ben ik ook wel van het meten, maar soms vind ik zo erop leggen en dan aftekenen ook wel fijn. Net waar ik zin in heb eigenlijk. Kijk, die kan dan mooi zo. Gaan we straks even beinkten, vind ik wel leuk. En ik wilde heel graag op de pilaar natuurlijk ook designpapier doen. Dan wilde ik eigenlijk eerst, want we hadden ook hele mooie effen papier in dit design. Ja, dit blok. Dat is het blok met de plaatjes en de mooie journalkaart. Of ja, journalkaarten. De kaartjes die je kunt gebruiken. En daar zitten dus ook hele mooie even papiertjes bij. En dan wilde ik heel graag zo'n blauwe. Middenblauw. Denk ik. Deze. Wilde ik daarvoor gebruiken. En daar hebben we 3 pilaartjes te bekleden. Die zijn nu 3 bij 15. Dus ik ga 3 stukjes snijden. Van 2,5 bij 14,5. Dus 14,5 hoog. En dan 3 van 2,5. Twee, 3. En dan nog designpapier. En dan ga ik even spieken of ik hier in de restjes van het album nog iets heb wat er leuk bij kleurt. En dit is ook nog qua breedte helemaal top. Of zal ik deze doen? Die kan ook. Welke kleurt er leuker bij? Deze wel, hè, vind ik. Ja. Even kijken hoor, want ik zit helemaal niet mee te lezen, helemaal niet op te letten. Ja, mooie Adi. Of Adi. Met de dubbele D, dan moet je de A zeggen. Daar ben ik altijd zo slecht in. Deze stukken ga ik snijden op 14 centimeter. Keer 2. En die komen daar dan weer bovenop.
vind het helemaal mooi bij deze collectie passen om daar dan een beetje vintage foto distress inkt rondom te gebruiken. Ik had mijn blending tool echt helemaal op. Dus ik heb er net een nieuwe op gedaan, maar dan moet je altijd even een beetje laden, hè? Oh, je had de lichte kleur gekozen, Jacqueline. Zo zie je maar. Had ook goed gekund hoor, maar ik heb nou deze gepakt. Kan zo in de hoed. Ja, inderdaad. Laatst zei iemand ook al van, ik had ATC'tjes gemaakt. Die heb ik ook al op de groep laten zien. En daar had ik ook de konijntjes bij gebruikt uit de die-cut blok. En toen zei iemand, oh, dat is ook superleuk. Die kunnen ook prima met Pasen. Nou redden ze dat niet bij mij. Zijn ze waarschijnlijk op tegen die tijd. Maar als jij nog een paar konijnen overhoudt rond Pasen, dan zou je die inderdaad ook op je paascreaties prima kunnen gebruiken. Zullen we deze ook meteen... Ja, doen we gewoon ook een beetje in het geven. Gezellig, Marja. Leuk dat je er bent. Allemaal trouwe kijkers. Hadden jullie ook allemaal kunnen kijken zaterdag naar de demodag met allemaal leuke creaties van Anita en Janine en Joyce. Superleuke dingen gedaan. Te lezen en een stukje ernaast te steken. Zo. Nou gaan we die mooi op elkaar plakken. Wat staat er nou? Krijgt het hier op zijn heupjes? Gabber. Is dat het huisdiertje? Oh. Volgens mij zei Joyce in de chat vanmiddag dat het wel een beetje beter ging. Maar nog niet, dat ze er nog niet helemaal was. Dus ze is denk ik door het ergste heen. Dat is wel fijn dat het allemaal niet zo lang duurt. Op schouw geweest. Oh, op sjouw denk ik. Of bedoel je dat niet, Desiree? Ik heb vanmiddag niet naar Janine kunnen kijken wat ze ging doen. Ik had oppasdag. Mijn neefje was er en de eigen kindjes. Het was altijd een gezellige, drukke bende hier. Maar dan lukt het niet. Maar volgens mij zag ik dat net even gauw iets met een kalender of zo gedaan, hè? Oh, de dwergpapegaai. Grappig. Oh ja, dat snap ik. Je kunt niet alles volgen, hè? Mij lukt dat ook zeker niet. Dat is ook wel eens spannend, want dan mag je zelf live en dan weet je eigenlijk niet zeker of het dan niet al gedaan is. Maar nou ja, dat gokken we dan maar op. Ik ga deze ook maar gelijk opplakken, maar dan wil ik die ook nog wel even beïnten. Jeanne heeft een mooie kalenderkaart. Ja, dan had ik dat toch goed gelezen. Met behang in de handen. Is het mooi geworden? Is het goed gelukt? Ja, en dan is inderdaad meekijken al een uitdaging, maar dan ook nog allemaal willen maken, hè? En dan zo'n to-do-lijstje met allemaal leuke ideeën die maar groeit en groeit en groeit. En dat potje tijd, dat zit dan alsmaar niet bij die bestelling, hè? Ja, dat klopt, Desiree.
Helaas is Sabine ziek. En vorige keer zaterdag viel ze voor mij in. Heeft ze inderdaad een mooi begin gemaakt van de borduringen. Zou ze vandaag afmaken, maar dat, dat gaat helaas niet lukken. Dat houden jullie nog te goed. En val ik vandaag voor erin. Maar dan helaas zonder borduringen. Is niet zo spectaculair natuurlijk, maar ja. Het is even niet anders. Ziek is ziek, helaas. Nou, en op mijn pilaar komen dan deze stukken designpapier. Oeps. En zo. Een van de workshops. Oh, van de, hoe noemen ze dat ook weer? Surprise workshops. Dat je vooraf niet weet. Maar er waren volgens mij ook allemaal vrij grote, uitgebreide projecten. Hè? Wat ik zo voorbij heb zien komen. Wel super leuk. Maar daar moet je inderdaad jezelf even de tijd voor gunnen, toch? Gaan we doen. Misschien kijkt ze wel mee. Met een zieke hoofdje op bed. Misschien ligt ze wel lekker te slapen. Dan geef ik het aan haar door. Ja, inderdaad. Mal, hè? Zei ik net al. Het lijkt wel of we elkaar aansteken. Alleen hebben we elkaar helemaal niet in het echt ontmoet. Dus dat, dat kan het niet zijn. Ik zit even te kijken. Ik denk dat ik het leuk vind om deze hoek even af te ronden. Het ziet er denk ik leuker uit dan zo'n punt. Zo. Ja. En ik twijfel of ik dit eraf zou knippen. Maar voor nu laat ik hem nog heel even erop zitten. En dan gaan we hem lekker versieren. Ik heb alles aan de kant geschoven. Maar oh, hier heb ik alles gelaten. We hebben natuurlijk die mooie Poinsettia stans set in het set van de Slimline. Even kijken hoor. Dat is... Even kijken. Deze. Oh, hij is een beetje uit elkaar gezakt. Maar in ieder geval, die heb ik allemaal uitgestanst in verschillende bruin en blauw tinten. Een lekker voorraadje gemaakt. Dus die kunnen we misschien gebruiken. Oh ja, er vroeg toen iemand, toen ik dat liet zien, hoe groot die bloemen dan waren. En ik heb dus, dat ligt natuurlijk ook aan of je alle laagjes gebruikt. Je kunt natuurlijk ook stoppen bij het derde laagje. Maar ik heb ze alle vier gebruikt en dan zijn ze zo'n 5,5 ongeveer. 5,5 centimeter ongeveer. Want dat was me eigenlijk nog niet gelukt om daar een lineaal bij te leggen. Maar misschien kijkt degene die dat graag wilde weten. 5,5 centimeter zijn ze als je alle vier de laagjes gebruikt. Dankjewel Corrie, dat is super leuk en lief om te lezen. We hebben natuurlijk dat mooie lint, daar wil ik wel een beetje van gebruiken. Wat kunnen we nog meer? Duikenboekje kunnen we wel gebruiken. Al had ik ook al heel veel geknipt. Ga ik even dat aan deze kant zetten. Want ik had een heel laadje vol plaatjes al geknipt. Hier. Dus die kunnen we misschien ook... Oh, en ik heb zelfs nog een paar standjes. Dat was ik alweer vergeten. Een hertje en zo. Want we kunnen natuurlijk hier heel leuk versieren. Op de voorkant is denk ik wel leuk. En hier hebben we natuurlijk een hoek waar we nog heel mooi van alles kunnen doen. Want ik vind het wel leuk dat je dit nog kunt zien. Dus dat we daar niks overheen doen. Oh, veel plezier. Doe je vriendin de groeten, Stefanie. Tot de volgende keer. Dus ik ga eens even kijken wat ik allemaal heb. Natuurlijk dat konijn. Kan er nog een hert bij? Ik vind eigenlijk van wel. Al is het konijn wel reusachtig ten opzichte van... Maar ja, eigenlijk ook wel ten opzichte van een wiel. Hè? Dus daar moet ik maar even niks van aantrekken, denk ik. Puntje loopt het sierrandje mooi door. Bedoel je dit puntje hier? Waar ik over zat te twijfelen.
Ik denk ook wel eigenlijk dat het eraf gaat. Maar ik laat het toch nog even zitten tot ik het zeker weet. Soms kan je heel lang zitten te dimdammen. Of het nou wel of niet leuk zou zijn om eraf te halen. Even kijken hoor. We hebben een hele mooie kerstboom. Maar die vind ik niet zo heel erg leuk hierbij passen. Dit is ook leuk trouwens. Dat zijn... Er zitten een paar dingen bij. Zo, dit zijn een grotere, dit zijn kleinere. Dat kun je zo rillen. En dan kan je dus een heel leuk klein mini-envelopje op je project. Op deze natuurlijk in mini. Dat is wel grappig. Die zitten er ook bij. En er zit ook, maar ik weet niet. Oh, hier heb ik die. Die had ik op mijn ATC-kaartje ook gebruikt in het klein. Daar kan je dan weer zo leuk een pocket van maken. Dus die kan je dan een mooi designtje meteen. Het is volgens mij een soort linnen, geborduurd linnen. Zogenaamd dan, hè. En, en daar kan je dus een leuke pocket van maken. Er zitten zoveel leuke elementjes in. En nou ja, lekker met dat knippen. Dat is wel grappig, want dat vind ik dan leuk. Dat je eigenlijk ieder plaatje even goed gezien hebt. Dus je krijgt daardoor ook heel goed beeld wat er nou allemaal in zit. Maar ik ben eigenlijk aan het kijken wat er nog bij kan. Misschien kan het klosje garen zometeen nog leuk erbij. Wat hebben we nog meer wat er leuk bij past? Deze is ook mooi. Een lantaarn met een... hoe heet dat nou? Zo'n vogel met zo'n kuif. Die heb je volgens mij anders altijd in het rood. Maar rood past natuurlijk niet in deze... Een kardinaalvogel? Is dit een kardinaalvogel? Dat denk ik. Die kan er ook misschien nog wel bij. Of wordt het dan wel een hele grote beestenboel? Ik hou van diertjes. Maar misschien is het een beetje overdaad. Even verder kijken. Een kardinaalvogel. Ja, jij denkt het ook dat dat zo heet? Ik denk dat ook. Misschien moeten er nog wat planten. Ik leg ook alvast wat sneeuwvlokken. Want die sneeuwvlokjes, daar kun je ook altijd lekker nog wat gaatjes mee vullen. Cadeautje, maar die is weer wat klein voor hierbij. Hier zijn de grotere cadeautjes. Die kunnen er ook nog wel bij. Bloem? Nee. We gaan voor zo'n bloem. Vind ik leuker. Ja. Even kijken hoor, hoe we dit gaan doen. Vragen we toch weer welke papier? Ik heb eigenlijk gewoon kartstok gebruikt. Niet de super dikke stugge, maar gewoon kartstok. Maar sommige, eigenlijk bijvoorbeeld Sabine en Janine, die hebben eigenlijk veel meer kaas gegeten van bloemen maken dan ik. Ik doe dat met kartstok, maar volgens mij kan het ook met foam of met van dat hele dunne papier. Maar om heel eerlijk te zijn, zou dat soort vragen eerder bij Janine of bij Sabine leggen. Dan krijg je iets uitgebreider antwoord dan van mij. Van mij is het kartstok. Wat ik wel leuk vind aan deze bloemen en ook met kartstok er heel mooi uitkomt, zijn die nerfjes die erin zitten in de blaadjes. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Een beetje vertraging, dus ik weet niet of we... Ja, oh, je kan het heel goed zien. Zie je dat? Oh, nou gaat het weer weg. Maar in ieder geval, dat lukt dat met kartstok wel heel mooi. En ik denk met foam eigenlijk ook wel, maar ik weet niet of dat met dat dunnere dan... heel goed zichtbaar is. Nu nog vet gedrukt. Oh, dat is vast per ongeluk caps lock aangezet. Nee, ja, ja en nee. Dit bruine papier is zeker weten, Florence, want daar zat nog een wikkel omheen. Maar dit blauwe, dat heb ik. Dat zit dan in zo'n mapje. Ik ben altijd zo'n muts. Als ik dan een stuk heb gesneden, dan zitten bij mij, heb ik allemaal mapjes. En daar zit al het blauwe papier even in. En al het rode bij elkaar. En, al. En daar zat dus nog zo'n groot stuk van deze kleur in. En dit is gewoon kraft. Maar dan een niet te dikke kraft. En dit is ook zo'n restje van iets. Dus het is niet allemaal Florence. Maar deze is sowieso dat wel. Weet ik. Dus daar kan het heel goed mee. Even kijken, wat zeggen jullie allemaal? Finish kartstok. Oké, nou, Linda die heeft al een tip van...
van Elizabeth Craft Designs. Maar ook Flow Foam of Soft 20. En Mirjam heeft ook. Daar hebben jullie iets meer aan dan aan mij, denk ik. Oh! Luister ik anders niet. Ik probeer wel zoveel mogelijk mee te kijken, maar soms gaat het en te snel. En ja, omdat ik ook dingen in mijn hoofd heb om te vertellen. Maar iedereen, ik lees als ik klaar ben met live altijd alles na. Misschien niet meteen, maar de volgende dag. En dan antwoord ik waar ik nog iets gemist heb. Dus als het is om aandacht te krijgen, dat is niet nodig. Maar ik denk dat het... Goed, ik ga even kijken, want ik was natuurlijk nog bezig met mijn kaart versieren. Ik wil deze erop hebben. Ik denk dat ik daar maar mee begin. En dan ga ik daarna eromheen met de rest. Dankjewel, Anna. Geschept papier. Niet wat ik hoor, is het wel. Met geschept papier. Dat je daar mooie bloemen mee kan maken, bedoelt u dat? Ik wil nog wel even, want deze plaatjes heb ik met een heel klein randje eromheen geknipt. En die is wel heel wit nu tegenover de rest. Ik heb nog nergens anders wit. Dus die ga ik even een klein beetje wegpoetsen, ook weer met vintage foto. Ik moet lachen omdat beneden wordt er heel kostelijk gelachen. Waarschijnlijk zijn ze een heel grappig filmpje aan het kijken thuis. De kinderen en papa. Ik denk niet dat jullie het horen, maar mijn gegiegel natuurlijk wel. Dus dan leg ik het maar even uit. Oh, ik voel me niet schuldig hoor. Niets aan de hand. Zo, welke kleur bloemen? Zullen we de kraftbloemen doen? Omdat mijn basis ook kraft is, is dat misschien wel leuk. Om dat er zo bij te gebruiken. En dan misschien ook nog zo'n iets lichter. Of staat dat nergens op? Dat zit weer nergens anders. Nee, vind ik toch niet zo mooi. Misschien de iets donkerdere. Dat zit dan weer in het wiel. Zo misschien. En dan met foam misschien die er nog bij. Ik heb ook nog. Ik vind het niet leuk dat je hier nou weer die poot zo ziet met niks. Maar dat zou wel een goede oplossing kunnen zijn. Hè? En ik denk eigenlijk, maar dat heb ik nog niet gedaan. Ik heb met dat groene... Dat is trouwens ook van Florence, heb ik deze rand gestanst. Want ik wilde eigenlijk heel graag van dat solid paper pad van Janine's Mindful Art. Wat we al een poosje geleden bij de Essentials hadden. Daar zit ook hele mooie groene bij. Maar dat heb ik dus helemaal op. Dus dat is een beetje jammer. Maar dan kun je dus die beide kleuren passen heel mooi bij dat groen wat er in de takjes en dergelijke voorbij komt in de plaatjes. Dus als je dat papierpad hebt, moet je daar eens naar kijken. Want dat is echt super mooi. Maar daar was ik dus doorheen, dus dat kon niet meer. Maar dat ik misschien nog wat blaadjes, dat wilde ik eigenlijk zeggen. Want er zit bij de poinsettia die ik nu weer... Oh, hier neer heb ik ook hele mooie blaadjes bij. Die ga ik denk later nog eventjes stansen om er een beetje tussen te steken. Want dan komt dat ook weer terug, vind ik altijd wel leuk. Als kleurtjes ook weer terugkomen. Oh, geeft niks, Els. Je kan het altijd terugkijken en ik vind het hartstikke gezellig dat je er alsnog even bij bent. De blauwe bloem. Moet de blauwe bloem erbij? Nee, die bewaar ik voor een andere keer. Ik ga denk ik die blauwe op mijn grote kastje gebruiken. Oh, heb je dat echt gehoord, Linda?
Ik dacht dat is zo ver weg. Dat horen jullie niet. Maar het is heel grappig. Mijn zoontje en mijn man die kunnen allebei echt zo heel kostelijk lachen om filmpjes. En soms als je dan niet meekijkt, iets anders aan het doen bent. Bijvoorbeeld lekker knippen of zo. Dan schrik ik soms gewoon als ze dan naast je zitten. En dan in één keer zo knijterhard beginnen te lachen. Het is heel leuk, maar je kan je er ook helemaal rot van schrikken. kan je de bloemen ook uit vellen maken? Ik denk het wel. En kartstok. Oh, dat is niet een vraag. Dat is een zegje van Linda. Ja, dat denk ik zeker. Stikje. Ja, dat is wel waar. Maar ik vind het leuk dat het weer terugkomt. En eigenlijk zou ik dan, als ik een blauwe poinsettia zou doen vandaag, op deze kaart, het allerliefst die nog in deze blauwe kleur willen. Maar die heb ik niet op voorraad. Maar dat kan natuurlijk, die kunnen we altijd nog maken van dit velletje. Ja, dat is misschien ook wel een beetje een tik van mij. Maar ik hou ervan als het een beetje weer terugkomt. En anders wordt het misschien te bont. Ja, voor mijn gevoel wordt het dan te bont. Dat is eigenlijk ja, hoe mijn hoofd daarover denkt. Hoe dat bij mij werkt. Ik ging foam zoeken. Ik heb hier nog... Oh, ik gooi iets in de prullenbak wat er niet in moet. Die bureaus die maken ze gewoon veel te klein, hè? Even kijken. Ik had hier foam. Nog een beetje liggen. Dit is de 1,5 millimeter. Daar heb ik denk ik nog wel genoeg aan. Ja, Corrie, dat heb ik ook een beetje. En dat hij dus nergens anders terugkomt. Dat vind ik gewoon een beetje jammer. Ik ging hier de kerstbal over dat pootje doen wat daar nog uitsteekt. Waar heb ik mijn schaar gelaten? Hier. Past dat of wordt het te breed? Nou, een klein stukje kan nog. Doe ik ook. Maar het is altijd wel leuk. Ik vind het altijd wel leuk hoor. Hoe mensen weer anders denken. En dat het daardoor de creaties weer super anders worden. En soms dan denk ik ja. Ja, dus waarom zou ik dat niet eens proberen? Want ja, je gaat natuurlijk toch altijd maar weer in je eigen comfortzone ja, zitten. Met je eigen gedachtes erbij. En de ene keer denk ik ja. Daar kan ik wel in meegaan. En de andere keer denk ik nee. En dan ik denk dat dat ook mag. Dat iedereen zo zijn eigen ideetjes houdt. En dat we zo elkaar inspireren. En soms ook gewoon lekker eigenwijs eigen ding blijven doen. Ik hoor je zeggen kerstbal. Oh, wat dacht jij dan dat het was, Rianne? Ik denk dat het een kerstbal. Ja, er zit geen hangertje, geen dingetje aan de bovenkant. Maar ik weet het dan, ja. Ik denk dat het een kerstbal is. Er zat er ook een grote, maar volgens mij heb ik die al ergens gebruikt. Dus die kan ik even niet pakken, dan kun je het beter zien. Maar een rondje. Het is ook een rondje. Dat is sowieso goed. Daar zit je eigenlijk wel safer mee dan ik. Want misschien is het helemaal niet wat ik denk dat het is. Cadeautjes. Dit lukt eigenlijk ook. Ik vind dat het zit altijd te knippen. Ik heb een groot hoekbureau. En nog is het te klein. Ja, zie? Die bureaus zijn gewoon allemaal veel te klein. Ja. Maar goed. Even kijken. Ik ga... Misschien eerst dit klosje zo plakken en die er dan half overheen. Eerst nog even dit zo plakken. En hier zit weer een wit randje aan. Dus die ga ik weer even beïnten. En dat moet ik eigenlijk bij mijn cadeautje ook nog even doen. Nou, ik mag een heel groot gedeelte van onze zolder... Er staat dan ook nog wel de wasmachine en zo. Maar verder is eigenlijk bijna de hele zolder voor mij.
staat ook wel een computer, maar ja, die gebruik ik natuurlijk ook met het live geven en zo. En eigenlijk is die ook nog te klein. En soms denk ik, oh, dat is toch eigenlijk schandalig. Ik moet dus wat opruimen, wat wegdoen. En wat er dan weggaat, is één boodschappentasje. Nou, dat zetten ze ook geen zoden aan de dijk. Alles is zo mooi en zo leuk. Ik kan het toch niet wegdoen. Zo, en dan deze hier. Nee, bij mij hangt er geen airco op de zolder. Voor die paar dagen dat het zo heel warm is, ga ik wel lekker in mijn hempie zitten. Of ik sleep het mee naar beneden in een wasmand, dat doe ik ook wel eens. Zo, en dan ga ik later dan nog een paar van die blaadjes hier zo tussen steken. Ik denk dat dat leuk is. Dan wil ik nog, ik heb hier ook nog een kerstknuffeltekstje. En ik heb hier nog, hier de bells on Christmas Day. Zou er eentje van leuk, die met de kracht, ja. De kerstknuffel, die komt uit het, die is ook super leuk, de Nederlandse teksten. Deze. Er zitten heel veel leuke teksten, hebben jullie die ook al gezien? Die kun je in stukjes knippen of in zijn geheel gebruiken. Hier kun je dat iets makkelijker zien. Liefdevolle kerstwensen heet het set en het is een JMA VC stamp 547. Ooit uit huis gaan, dan neem ik haar. Dus je wordt eigenlijk weggekeken, jouw dochter Anne. Even kijken, waar zit het kerstknuffel? Die zit hier. Deze. Die ga ik even knippen, want die is nou te groot. We hebben één logeerkamer en slapen er meer dan. Zo. Heel klein beetje scheef. Die kan daar. Maar natuurlijk niet helemaal zo. Daar moet nog wat bij. Even kijken. Kunnen we er nog iets leuks achter doen? Plantje of zo. Oh, dat is met een heel vogelhuis eraan. Ik had toch nog wel ergens een plantje, dacht ik. Lepeltje? Nee. Ik heb ook al wel plantjes vaak gebruikt. Nou, ik geloof dat ik geen één plantje meer over heb. Oh jawel. Nee, dit is ook met die vogel. Nou, dan ga ik het even uit mijn die-cut-blok halen, want ik wil per se een plantje erbij. Eens even zien. Een beetje mee te lezen, maar deze man. Ja, ik heb er deze. Even een klein beetje nog iets smaller knippen. Op sommige stukjes vind ik het iets te veel wit. Zo, en dan weer even een beetje inkt. Ja, weer de dokter. Oh, ik heb een stukje gemist over een huisartsenverhaaltje. Geen zoden. Oh. Had je je versproken?
pakken. Oh, er zit een... Ik had mijn speld er weer niet in gestoken natuurlijk. Waar heb ik nou mijn tekst? Oh, hier. Daar gaat ook een vormpje achter. Ik had hem misschien beter in het midden kunnen plakken, maar goed. Geeft niks. Oh, ik weet nog wat leuks. We hebben natuurlijk ook dat leuke koord. Hennepkoord. En dan is het misschien wel grappig om dat een klein dotje erachter te doen. Kijken of dat lukt. Dit is misschien eigenlijk alweer een beetje veel. Even zien hoor. Welke schaar? Deze grote lompen, dat is gewoon zo'n keukenschaar. En, maar dit is mijn lievelingsuitknipschaar van Tim Holt. Zo'n kleine soft grip heet dat, geloof ik. Als ik zo meteen klaar ben met de live, dan zal ik nog, ga ik nog eventjes... hoe heet dat? Ik kom er even niet uit. Linkjes opzoeken. En dan zet ik dit erbij. Zal ik dit erbij zetten. Maar deze grote lomp is gewoon een houtstoutjeschaar. Niks bijzonders. Kijk, ik dacht misschien zo. Beetje een ander textuurtje is ook wel leuk erbij. Met zwart. Alleen is het op het craft. Ik had het misschien iets intensiever kunnen doen. Kun je dat zien? Hij stelt zich... Ja, het is dus eigenlijk zwart. Maar ik had het misschien nog een keer moeten doen. Maar ik had het uit de losse hand gedaan. En ik had het dan eigenlijk, maar dat was weer een leermomentje voor mij, het even met stempelhulp moeten doen. Dan had ik het nog een keer kunnen doen. En dan had hij net even iets zwarter geweest. Maar nou ja, soms moet je ja, een houtje touwtjes gaan. Denk gewoon van de HEMA of zo. Dus dat. Zo, en dan wilde ik hier natuurlijk nog wat. En dat heb ik nog niet eens gedaan. Dan moeten we nog even iets leuks voor uitzoeken. Wordt wel wel gezellig, toch? Oh, misschien kunnen we nog wel één bloem ook hierbij. Dit is weer een ander kleurtje bruin. En daar dan ook straks nog weer een paar blaadjes bij. En dan zag ik net dat ik ook leuke labeltjes erbij had. Deze misschien. Zo eronder uit laten piepen. Deze is iets groter. Ik vind die leuker. Ik moet wel weer even die witte randen. Oeps. Lijkt veel dikker te knippen. Dikker. Dit is ook van Tim Holtz. Bedoel, heb je het ook over de schaar, Carla? Of heb je die grote? Die heb ik ook, maar die ligt even in een ander bakje bij een ander project. Maar dit is volgens mij 5 inch. Volgens mij doen ze die aanduiden met inch. Waar is mijn lineaal? En die grote is 7, als ik me niet vergis. Ja, dit is 5. En die grote is ja, flink stuk groter. Bedoel je dat met dikker? Ja. En dan heb je denk ik die grotere variant. Dit is vrij klein. Die is kleiner dan mijn hand. En ik heb niet zo'n hele grote handen. En volgens mij staat er dan 5 inch bij de beschrijving. Waar was ik nou gebleven? Oh hier, ik ging dit even beïnten.
Nederlandse tekst, kersttekststempels. Ja, zo mond vol. Die moet je onthouden voor de spelletjes. Zo'n... Zo, die daaronder. En dan ga ik daar ook zo'n... Waar heb ik mijn touwtjes naar gelaten? Oh ja. Zo'n touwtje bij doen. Is dat het schaartje wat in een doosje zit? Die van mij zat niet in een doosje, maar... Ik weet niet of dat altijd zo... Niet altijd is. Doen we die zo erbij. Ik ga eerst deze even een beetje opplakken. Weer mijn speld er niet in gedaan. Ik leer het ook nooit. Nou. Ik heb het nou echt... Ik krijg nou echt op mijn donder. Ja, die van mij zat er niet in. In een doosje. Allebei niet. Trouwens, ook nog groter niet. Een touwtje zo. Net alsof het lintje. Of het lintje of het labeltje met een touwtje eraan zit. Helemaal niet waar natuurlijk, maar doe net alsof. Verschillende snip zit in de dag. Nou, bij mij zat er gewoon zo'n plastic dingetje omheen. Dat heb ik weggegooid. Ik had wel zo, maar dat is een haberdashery schaar of zoiets. Dat is echt voor meer stof. Stofschaar. En die zat ook wel in zo'n blik. Bedoelen jullie dat? Hier een gezellig gegiebel. Oh ja. Ik ben echt wel heel nieuwsgierig waar ze naar aan het kijken zijn. Dat ze zo moeten lachen. Mijn zoontje die heeft ook van die boeken... Kinderboeken tegenwoordig is ook heel vaak zo half strip, half met allemaal verschillende lettertypen. Ik vind het heel lastig lezen, maar hij vindt dat helemaal leuk. En er zitten ook van die vreselijke, grappige boeken bij. En dat ligt hier ook helemaal in een deuk. Het is echt heerlijk. Leuk om te horen. Dat is die paarse, toch, Rianne? Die ik wel eens bij jou voorbij zie komen. Oeps. Een schaar. Dan moet ik altijd denken, oh, een schaar in je lievelingskleur. Not. En nog een minietje. En die ga ik hier zo een beetje verdelen. Zo. Dan wordt je al wel gezellig, toch? Ik heb nog een beetje glitter ook erbij. Even kijken, die had ik hier zo. Altijd leuk. De Stickles Frosted Lace heet die. Dat vind ik dan altijd wel leuk op die ijskristallen. Geel en zwart. Oh, zit ik alweer een uur te beppen. Jullie zeggen ook niks. Nou, gelukkig ben ik ook al wel een heel eind. Het enige wat ik dan nog wil doen is die hier op mijn sneeuwvlok. Dus mijn kerstbal. Nog een beetje glitter. En dan ga ik nog die blaadjes straks even uitstansen in deze mooie groene kleur. Dan ertussen zetten en dan denk ik dat die wel klaar is. Vinden jullie? Zou ik dit er nog maar even afhalen? Voeg toch niks toe. Hap, weg.
Dan past die ook mooi in een envelop. Ik vind veel naadjes. Ik snap het. Nou, het is wel een goed teken dat jullie het zo naar je zin hebben. Maar ik ga het hier wel bij laten. Dankjewel allemaal voor de gezelligheid. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Niet een te grote teleurstelling dat Sabine er niet was. Dus ik kom binnenkort weer voor jullie als ze weer beter is. Dankjewel allemaal. En nou, tot de volgende keer. Hele fijne avond. Doei doei!